Plek waar je je thuis voelt, waar je je rust vindt, waar je je overdenkingen hebt. Thuis is voor mij niet per se een plek, thuis is voor mij een gevoel. Betekent dat hallo tegen je buren zeggen. Als je suiker nodig of als je zout nodig, kan je langs je buren. En dit is huis. Lekker voelt. Het is voor mij een plaats om te rusten, te eten, om mensen te ontvangen, samen te zijn, om muziek te maken en om je even terug te trekken. Op mijn eigen kamer, desnoods. Dit is een wijk met een rijke geschiedenis. Hier kwamen oorspronkelijk mensen wonen die in de haven werkten. Hier lagen ook heel veel treinrailsen. En tussen die treinrailsen zijn de huizen gebouwd. Dus eigenlijk is het van huis uit een polder, een industriegebied, waar huizen zijn neergezet. Dus het is van oorsprong niet echt een riant woongebied. Hoi, we gaan hier fijn wonen. Dus het heeft een zekere achterstand. En ik heb het gevoel dat we nou deze achterstand toch zijn aan het inhalen. Alle oude huizen worden vervangen door nieuwe huizen. En ik denk ook dat het nodig is dat het imago van de wijk verbetert. Dat mensen niet langer kijken van dit is een arbeiderswijk, hier zijn veel problemen. Er zijn veel problemen, er komen veel mensen in met problemen, maar het is geen probleemwijk. Dit is een wijk met kansen. En als je het als een probleem ziet, moet je hier weggaan. En als je het als een uitdaging ziet, dan kun je hier je thuis voelen. En ik denk dat ik dat laatste wel voel. Meestal, ja. Wat ik ook altijd tegen mensen zeg, ik woon in een gebied wat heel erg multicultureel is en dat vind ik geweldig. Als ik de straat oploop, hoor ik 6 talen om me heen. Ik versta ze niet allemaal, maar ik vind het wel leuk om mee te maken. Gewoon het leren ook van andere culturen, van het eten, de gewoontes, dat vind ik gewoon een verrijking voor mijn leven. En dat vind ik gewoon in deze wijk, in deze stad. Een thuis betekent voor mij een plek om tot rust te komen, maar ook om juist de drukte binnen te halen. Maar het gaat er in ieder geval om dat ik zelf kan beslissen of ik de drukte wil binnenhalen of dat ik rust wil. Waar ik ook mijn spullen heb, ook uit mijn jeugd, dat is natuurlijk ook heel belangrijk voor mij. House here in Netherlands for the cold. In Syria for warm. Opening in Syria here and gesloten. Yeah. Dit is mijn huis. Zoals je ziet, zijn heel veel muren scheef. En dit is één van de slaapkamers. En dit is nog een slaapkamer. En nog een slaapkamer. En dit is de keuken. Dat is de woonkamer. Ja. Hier zit ik het liefst. En ik vind het ook fijn dat ik 3 verschillende uitzichten heb, zeg maar. Fijn. Ik ben als kind heel veel verhuisd, of eigenlijk gewoon heel mijn leven ben ik wel veel verhuisd. Dus eigenlijk is voor mij is thuis, ja, zeg je dat, home is where my head is. Weet je, waar je hoed neerlegt, daar is je thuis. En ik kan me overal wel, over het algemeen, het wel thuis maken. Dus het gezellig maken en ik heb ook niet veel spullen nodig.
Mijn vriend en ik, we willen eenvoudiger gaan leven en meer eco, meer in sync met de natuur. En daarom willen we een tiny house gaan bouwen, dus een huisje op wieltjes. Eerste keer ken ik niemand. Ik heb geen vrienden, geen familie. En moet ik asielzoekerscentrum gaan. Ze hebben geen ronde houses hier. Het is alleen maar vierkante houses. Ik woon hier alleen in mijn huis. Ik heb goede boeren. Maar mijn boot rustig. Mijn familie in Syrië. Ik droom to build like the house. Dit is niet helemaal zoals het echt is, maar dit is ongeveer het idee. Voor mij is ook zeg maar, deze ruimte, de woonkamer is voor mij echt wel de belangrijkste ruimte. Ja. Als ik de deur binnenstap, dan voelt het als thuis. Ik vind daar echt mijn rust, met wel het uitzicht op de stad. En dat vind ik gewoon heel fijn om dat te beleven. Maar daarnaast heb je buren, zoals je net gezegd. Wie zijn mijn buren? Waar komen ze vandaan? Begrijpen ze mij? Doen ze wat ik ook doe? Ik ben nieuwsgierig altijd naar mijn buren. Kijk, ik probeer te horen of te zien wat ze doen. En dat is belangrijk om je leven omgeven, je huis omgeven, te bekennen en te meeleven. Iedereen zei, ga je daar wonen, in die griebus? Dan zou ik nog niet doodgevonden willen worden. Zo'n imago heeft deze wijk. Maar wij gingen hier wonen en mijn kinderen ontmoetten weer nieuwe vriendjes en vriendinnen. We gingen leuke dingen doen, we gingen een speeltuin maken. Iedere keer was er iets leuks voor de buurt. Dus zo heb ik me thuis gevoeld in de buurt met Nederlandse vrouwen, met Turkse vrouwen, Marokkaanse vrouwen. Veel vrouwen waren het ook. En dat maakt toch dat ik weinig verschil voel. Want alle andere moeders die ook kinderen hebben, die willen ook dat hun kinderen het goed krijgen. En dat verbindt mij met de andere vrouwen in de buurt. Toen zag ik dat de rails weggehaald was. Toen heb ik het handwissel heb ik gered van de sloop. Dat is nou een monument geworden bij de Brede Hele Dijk en Laan op Zuid. Dat was mijn hommage aan de wijk, aan de mensen die hier werkten, die hier woonden. En aan de geschiedenis van de wijk. Iedere keer was er inspraak. En ik ben gewoon tevreden over hoe de wijk geworden is. En nou komt er binnenkort een huis van de wijk. Daar ga ik ook over meepraten. Ik zit in burgerpanel. Dat gaat over de hele stad. Daar praat ik ook mee. Dus als je hier in Rotterdam wil meepraten, heb je een fulltime job. Okay, so you feel more safe? Yes, I feel more safe with open windows. Because they are afraid about the Germans. I'm making. In de Tweede Wereldoorlog sloten de mensen de gordijnen vanwege de vliegtuigen. Bedoel je dat? Ja. Yeah. En nu willen ze niet meer. Hier ben ik. Ja. Yeah. Exposure. Ja, ja. Dit is mijn leven, dit is mijn mooie bank, dit is mijn grote tv. Ja. Iedereen moet zien dat ik zo luxe leef. After the war, now I have life. Come in. Democracy. Yes. Je kunt alles zien wat hier te beleven valt. Ik woon hier samen met Hans anderhalf jaar. Aan de Laan op Zuid in een appartement. Dat was heel nieuw voor ons. Ik ben opgegroeid in een dorp, een klein dorpje vlakbij Rotterdam. In de vensterbank heb ik een verrekijker staan. En dat is eigenlijk van mijn jeugd uit ook. We hadden vroeger een motorjacht. En mijn vader had die. We gebruiken hem nog steeds. Want als we buiten iets zien, dan zijn we wel heel nieuwsgierig. Dus dan pakken we. Nou, bij het bureau, de computer, ja, dat is eigenlijk meer de werkplek. Die gebruik ik voor administratie. Dat is niet mijn hobby, maar dat kun je ook zien. Op de kast heb ik een hoekje staan met wat glaswerk. Een mooi oud zilveren stopje. Ik moet dat poetsen. Dat moet niks, maar goed, dan glimt het meer.
Wij gebruiken eigenlijk deze ruimte het allermeest. Daar kijken we wel redelijk veel televisie. Balkon, lekker in het zonnetje, een bakje koffie erbij of een wijntje of een biertje. Dat is zoals wij het eigenlijk wel gebruiken. Mensen die het hier niet kennen, die vragen wel eens van ja, maar waar woon je nou precies in Rotterdam-Zuid? En ik zeg dan altijd van nou, ik woon op een drielandenpunt. Wij wonen eigenlijk op een kruising van de Afrikaanderwijk, Feyenoord en de Kop van Zuid. En dat is ook wel een contrast. Afrikaanderwijk en Feyenoord zijn relatief arme wijken. En de Kop van Zuid is eigenlijk een wijk die de laatste 20 jaar is gecreëerd in Rotterdam en waar wat rijkere mensen wonen. Ja, dat is een beetje ook het contrast wat je hebt van buiten en binnen, van de verschillende wijken. Verschillende culturen, arm en rijk, wat heel dicht bij elkaar leeft en ook door elkaar heen. En dat vind ik wel heel leuk om mee te maken.